Hallo, mijn naam is Harold en in deze video vertel ik je meer over de tegeltiller genaamd Speedy van Proobst. Wie kent hem inmiddels niet? De Speedy VS140 van Proobst. Hoewel deze Duitse fabrikant niet de uitvinder van de vacuümlegtechniek is, is Proobst wel diegene die deze unieke vorm van bestratingstechniek tot een succes heeft gemaakt. De Proobst Speedy is zo rond de eeuwwisseling op de markt gekomen en was al snel de publiekslieveling onder de stratenmakers en hoveniers over de hele wereld. Geïntroduceerd als de Speedy VS75 kon je destijds met twee personen grote en zware tegels tot 75 kilo met behulp van vacuümtechniek oppakken en aanleggen. Inmiddels is deze pionier onder de compacte vacuümunits geëvolueerd tot de Speedy VS140. Hiermee is het nog altijd mogelijk om met twee man grote en zware tegels te leggen. Gebruik je een minikraan of shovel, dan kun je tegels en zelfs betonplaten tot maar liefst 140 kilo verplaatsen. En door er nog een extra sterk hijsoog met ketting bij te bestellen, kun je zelfs met een zware last tot maar liefst 200 kilo zonder enige moeite op zijn plaats krijgen. Uniek aan het nieuwste model van Speedy is dat deze vacuümtegeltiller van Proobst is uitgerust met een snelwisselsysteem en hiermee kun je razendsnel van zuignap wisselen. Zo kun je de Speedy optimaal aanpassen aan jouw werkzaamheden. Ook nieuw aan deze vacuümunit is de speciale handgreep die nu 90 graden draaibaar is. Deze handige vondst maakt de nieuwe Speedy geschikt voor lange tegels en het strak aanleggen langs een muur, iets dat voorheen nog niet mogelijk was. Heb je nog vragen over de Speedy of wil je er gelijk een bestellen? Neem dan contact met ons op. En vond je dit nou een leerzame en leuke video? Vergeet dan niet te abonneren en de notificaties aan te zetten, zodat je geen toekomstige video's mist. En nu je hier toch bent, misschien is dit ook wel een leuke video voor je. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.